Ja, ontzettend gaaf. Drink cocaïne. Bewust ondernemen, bewust groeien. We waren net al aan het voorpraten en ja, alleen maar energie kreeg van jou. Dus dit wordt ook een energieke podcast. Ja, drink cocaïne. Dit is ook de eerste topsporter in mijn podcastserie. En die principes, nou, wat dat met jou deed, maar ook voor je hele loopbaan of voor je huidige ondernemerschap, daar gaan we het over hebben. Nou, welkom. Leuk. Ja, dank je. Ja. Leuk om er te zijn. Ja, maart vorig jaar, toen was je met je vrouw op Mandali in Italië, in een retraitecentrum. Toen liep ik je tegen het lijf. Ja, nou ja, wij waren een jaar of 5 geleden ben ik alleen. Ik kwam met 3 kinderen en Sanne ontmoet. En dat was hartstikke leuk en we hebben heel veel geleerd en een relatie en samen. En zij, nou, bewust zwanger, dus we kregen er toen kort daarna een kindje bij. En toen dachten wij van, nou, wij moeten wel dat bewust dat goede behouden. Want dat wat wij hebben samen, dat we hele leuke dingen en in elkaar verdiepen en dan samen experimenteren. Ja, dat is nu al lastig, of was toen al lastig, want dan komen de kinderen en werk. Ja, dat willen we behouden. Dus daar moeten we wel echt bewust wat voor doen. En toen zijn we op zoek gegaan en toen kwamen we op Mandali uit. Waar we jou dus ontmoeten. Jij met ademwerk, wij met meer meditatie. En wat mooi toch, dat je al die relatie is goed. Om hem goed te houden, is het ook goed om hem te onderhouden eigenlijk. Dat je zei. En daardoor was je daar. Ja, want anders loopt toch het risico om echt een bedrijf van te maken. Die begint, wie geeft nu het flesje en wie gaat het zo doen? En dat we dachten van, ja, je moet het innerlijk. Wat is echt belangrijk om dat te ontdekken en dat ook de aandacht aan te geven. En eigenlijk als ik, nou ja, vroeger in de sport was, mijn lichaam was gewoon mijn vehikel. Die moest het gewoon doen. Hmm. Ja, nu veel meer bewust. Maar ja, dat gaat allemaal niet vanzelf. Daar moet je wel aandacht, ook zorg aan besteden. En dit gaat over bewust ondernemen. Dit is een fantastisch mooi voorbeeld. Ik denk heel veel ondernemers die man, vrouw en kind of kinderen, is toch een onderwerp, een uitdaging. En daar, nou, eigenlijk al heel vroeg, Alex was al eerst geboren, al mee bezig. Ja, compliment. Ja, nou ja, dat is de tijd gaat snel en we willen er echt van genieten. Ja. Dat doen we ook, want hij wordt morgen een jaar. Hmm. Dus ja. En vandaag is het 6 juni, dus 7 juni? 7 juni. Ja. Dus het was toen een maand of 7. Ja. Was echt toen al ver. Dit wordt waarschijnlijk pas in september uitgezonden, maar dan is die weer een kwartaal ouder. Maar wel goed om even te benoemen. Ja, precies. Maar de tijd gaat vooruit, en dat zijn we niet aan het doen. Maar even, ik wil even toch de tijd terugnemen naar toen jij 7 was. Het verhaal van de bloedneus en je zus en je vader. Dat is toch het startpunt van. Ja. Iets. Nou ja, ik denk hetzelfde. Ik kijk nu ook van, hè, waarom ben je nu hier? Waarom doe ik wat ik nu doe? Ik ben erin gerold. En zo was dat vroeger ook. Mijn vader gaf training. Mijn zussen zijn ook allebei Nederlands kampioen tafeltennis geworden. En die trainden. En ik had de keuze van, ja, blijf ik thuis? Of ga ik ook gewoon meespelen? Nou, en het was in een klein dorpje. En dan heb je voetbal en heb je tennis. Dat is grote sporten. En dan heb je sporten waar een trainer zit met heel veel passie. En dat hadden we bij tafeltennis, dat hadden we bij judo. En ik judo er ook bij. En dat was altijd. Na de les ging de meester even een kopje koffie drinken. En dan kwam de oudere groep al. En die vond het heel leuk om met ons te stoeien. En op een gegeven moment werd ik een keer over de heup genomen. En een bloedneus. En ik ren naar huis. Ik zeg, nooit meer. En ik heb ook nooit meer één. Heb ik nog maar 1 seconde aan. En toen was je dus gebrand om dat andere dan wel te doen. Ja, dat bleef dan over. En zo eigenlijk ben ik daar ook gewoon ingerold. Dus je speelt en je wordt eigenlijk beter. Dus dan mag je naar een selectietraining. En dan ga je naar een andere club. En dan ga je 3 keer trainen per week. Dan ga je 4 keer trainen per week. En op een gegeven moment Hoe was die tijd? Daar ben ik me nooit zo van bewust geweest. Pas toen ik een vriendin die totaal uit een andere wereld kwam. Die zei van, ja, maar jullie hebben de hele tijd hier over tafeltennis. Want het was natuurlijk niet alleen het spelletje, maar de hele sociale omgeving. Dus ik heb die hele middelbare school, eigenlijk ook al de lagere school. Ja, wij gingen gelijk van school weg en daar gingen we trainen. Dus daar zaten de vriendjes. En daar zat ook het leuke, maar daar zat ook het pittige. Ik heb heel vaak gedacht van, wordt tijd om te stoppen. Maar dan dacht ik, ja, maar je hebt er al zoveel in geïnvesteerd. Je bent er eigenlijk zo goed in. Dan kun je het niet maken om te stoppen. Dus zo ben ik daar eigenlijk door die puberteit heen gerold. Wat eigenlijk een hele moeilijke tijd is, denk ik, voor topsport. Wel doorheen gerold om toch dat harde, ja, 1 keer per dag en soms 2 keer per dag toen ook al te trainen. Om daar toch steeds die strijd weer met jezelf aan te gaan. Ja. En het is wel gelukt, hè? Want je bent uiteindelijk
Hoe vaak ben je Nederlands kampioen geworden? Ja, is nu 7 keer. Ik heb het gehoord, want er is nog eentje bijgekomen. Nog een, je had na 20 jaar geleden weer gepikt, ja, hè? Ja, dacht ik, we gaan het nog een keer proberen. Dus dat was hartstikke leuk. Maar ik heb er nooit zo naar gekeken bij sport. Want je bent nu 51? 51. Dus je, ja. Toen je, dit jaar was dat dan? Dat je, ja, 51, begin in oktober. Is dat weer dan de oudste nationaal kampioen in de sport in Nederland? Was er nog eentje, die was nog ouder. Maar het was wel degene die het meeste aandacht, omdat in één keer, hey, bekende naam uit de sport. Dus dat heeft enorm veel publiciteit opgeleverd. En wat ik zelf wel heel leuk vond daarvan, nou ja, ook met ouder worden en toch eruit halen. Ja, leeftijd is voor mij nooit. Vroeger al niet, toen ik jong was, dacht ik ook dat ik alles kon. Nu merk ik dat dat niet meer zo is. Maar nog steeds probeer je gewoon met de beperkingen gewoon, ja, dan weer het beste van te maken met de krachten. Nooit zo gezien. Hè. Pas toen ik daar won, werd mij heel erg bewust. Ik wist dat natuurlijk wel, maar hey, 51 hoorde ik overal. Ja. Dat was nooit zo mijn, dat ik daar nou mee bezig was op die manier. Een Nederlands kampioen naar Europese, naar Olympische spelen. Ja, maar altijd de blik op wat ik nog niet had gehaald. En uiteindelijk ben ik geen wereldkampioen geworden. Dus ja, succes is ook relatief. Had ik dat toen ik speelde nooit zo. Altijd de druk van, ja, als je een toernooi speelt, een knock-out systeem, uiteindelijk verlies je ergens als je het toernooi niet wint. Dus ja, dat is de laatste ervaring die je meeneemt. En dan ga je weer naar de volgende. Dus dit vormt je? Dit vormt, ja. Dat is de manier waarop ik heb leer. En dat is nog steeds zo. Dat is, je gunt iedereen een goede crisis. Als ik terugkijk, zijn dat de bepalende momenten geweest waarop ik echt beter geworden ben. Ik heb ook jaren gehad in Duitsland, de staaftennis, een hele grote sport, dat ik veel verdiende. En dan was ik vooral bezig, toch ergens in mijn achterhoofd, om dat te behouden. Dus dan ging ik juist minder trainen, want dan zou ik dan wat ontspannender achter die wedstrijd staan. Dat is allemaal korte termijn. En op het moment dat ik dan uiteindelijk dan toch ergens door het ijs zakte, dan wist ik weer van, ja, shit. Dit zal herkenbaar zijn voor heel ondernemers. Hè? Je hebt op een gegeven moment een bepaald niveau. Het wordt wat makkelijker. Je zakt er weer meer wat meer in de ontspanning. Dat mag ook. Maar uiteindelijk verkwijnt dat. Hè? Het is net zoals in de natuur. Als je het niet onderhoudt, of als je niet af en toe een flinke winter mee maakt, ja, dan doen, doen die knoppen het in de lente ook niet. Nou, dan groei je niet. Nee. Want ik denk dat mensen van zichzelf, dat geldt ook voor mij, niet van zichzelf de behoefte hebben om het jezelf moeilijk te maken. En op het moment dat je echt op je bek gaat, en in de sport is de feedback is vrij direct. Hè? Ik dacht op de laatste keer dat ik dat had, maar dat was ook al, ik hoefde niet zo nodig naar Olympische Spelen. En ik speelde eigenlijk nog best wel goed in dat seizoen. Ik trainde eigenlijk bijna niks meer. En toen had ik de Olympische kwalificatie en ik verklootte het behoorlijk. En ik reed naar huis en er was gewoon geen ontkomen meer aan. Ik merkte dat ik dit wel heel graag wilde en dat het mij niet was gelukt. Dus het verhaaltje wat ik mezelf had verteld, van het is niet zo belangrijk, wat je eigenlijk ook helpt om wat ontspannender achter die tafel te staan, ja, dat was gewoon een farce. En toen had ik nog één kans in mei, dat was in december toen, 2004, dat is al een hele tijd geleden. Toen had ik nog één kans op de wereldkwalificatie, maar er waren nog maar 2 tickets te verdelen. En er waren mensen door blessures of andere oorzaken. Dus het was heel sterk bezet. Toen had ik zoiets van, na 5 maanden, ik ga hier alles voor aan de kant zetten. En ik heb dat toen gedaan. Dat is mijn grootste succes. Niet qua prestatie, maar wel qua beleving. Dat ik dacht van, ja, maar ik ga hier alles voor neerzetten. En toen kwam dat moment en ik stond uiteindelijk in die allerlaatste wedstrijd. Dus het was eigenlijk gewoon alsof er een ticket onder het netje lag. En toen dacht ik van, ja, en toen moest ik 2 uur wachten in een totaal lege zaal. Want er was natuurlijk helemaal geen publiek voor zo'n Olympische kwalificatie ergens vlakbij een vliegveld. Dus liep ik rond, heel moeilijk natuurlijk om dan die gedachten niet te houden. Steeds maar weer gezegd, je hebt het nu 5 maanden. Jou kunnen ze niks maken. Jij hebt, of jezelf niet, je hebt alles aan gedaan. Dit is het moment. En je gaat nu gewoon doen wat je hebt voorgenomen. Nou, als dat dan lukt, dan denk ik, ja, dat zijn ervaringen. Bam, dan komt het los. Dan krijg je, daar krijg je zelfvertrouwen van. Hè? Ik nu hoor veel mensen, kan je dat gevoel nog ophalen? Ja, want op een gegeven moment, die wedstrijd, ik speelde tegen iemand waar ik eigenlijk altijd wel van won. Vaak, ook wel van verloor. Maar ik wist wel dat als ik goed speel, dan heb ik hem. Wat de druk eigenlijk nog verder verhoogt. Want ja, als je het dan niet haalt, dan heb je zoveel. Ja, dan, dus al dat soort gedachten kwamen er wel doorheen. Hè? Dus eigenlijk die omgeving is natuurlijk totaal niet interessant. Maar ik had daar wel last van. Als je dit verliest, dan ben je toch zo'n lulletje.
Nou, dan moest je dan weer weghalen. Nee, jij wil gewoon naar die Olympische Spelen, punt. En dit is nu de weg. Dit is de enige weg. En ik verloor de eerste, tweede won ik. Derde verloor ik. En ik had een coach meegenomen die eigenlijk van tafeltennis nul verstand had. Maar was een goede vriend. En ik had van tevoren doorgenomen, dit zijn eigenlijk de sleutelpunten waar je op moet letten. Dus ik zei tegen hem in de derde game, ik zeg, ja, ik heb het hele toernooi niks gevraagd, maar nu moet ik wat horen. En ik zag zijn gezicht zo helemaal rood worden. Het zat er natuurlijk niet in voor hem dan. Maar het hield mij, juist die coach, van ja, je moet je realiseren, je kunt geen hulp halen. Jij moet het zelf doen, je weet het. Het gaat nu niet, maar je antwoord zit in jezelf. En toen won ik die game daarna net aan in de verlenging. En uiteindelijk brak ik hem aan het einde. En toen, het is tot de 11, dus bij 9-4, 10-4, toen wist ik al van ja, nu gaat het gebeuren. En toen voelde ik al extreme ontlading. En ik denk, dat zijn wel hele bepalende momenten. Als je nu hoort, ouders die hun kinderen zelfvertrouwen willen geven door... Of ondernemers die hun werknemers van, oh, goed, goed, goed. Nee, realistisch kijken van, ja, wat wil je, wat is daarvoor nodig? En die successen vieren die je hebt. En dat kan voor de ene zijn. Ik had mijn dochter, die kon niet die 9 meter onder water door voor het B-diploma. Ja, voor een ander was dat een lachetje, maar voor haar was dat een groot succes toen ze daar op het examen wel doorheen ging. Dus iedereen heeft zijn eigen... Ja, heel duidelijk. Zijn eigen strijd. En als je die overwint, ik denk dat dat het zelfvertrouwen geeft. Ja, en dat had je. En Wakkie zag je op een gegeven moment ook lopen. En die dacht, nou, die gast, die is topsporter. Laat hij, ga ik hem eens vragen voor het nationaal. Ik was een jeugdsportfonds. Ja. Er waren toen 3. Was de oprichter, Harry Posma. Het is 4,5 jaar gedaan, hè? Dus het is vier, echt wel... Zeker 4,5. Ja. Het is een topsporter met deze mentaliteit... wordt in een bestuurlijke organisatie gezet. Ja, en dan nog bij, misschien dan nog een klein detail bij... nog nooit leiding gegeven, behalve aan zichzelf. En, al moeite en naast dit gaan we dat, hè, deze topsporter stoppen we daarna... stopt zichzelf daarna in een bedrijf. Komen we zo meteen op, maar gaan we verder. Ja, dus... lastig, want ik was altijd ook nog een individuele sport, dus alleen maar met jezelf bezig. En nu had je in één keer werknemers en die willen wat, die hebben hun eigen balans. En daar is werk is toch vooral, moet niet te gek zijn, hè, allemaal. Of juist een oprichter met een hele grote passie. Die ook weer, dus ook ego's allemaal daarbij. Zo klinkt het wat negatiever, maar ik denk iedereen neemt zo zijn eigen ego mee. Daar had ik totaal geen oog voor. Dus dan zei ik wat en dan ging het, wat ik ergens van vond. En dan ging het niet zozeer over dat de inhoud, maar ging het over de manier waarop ik het zei. Dus ik kwam op een gegeven moment in de positie waarin het steeds meer van, nou weet je, als jij het weet, doe jij het maar. En dat was een pittige tijd, ook wel een hele mooie tijd. Dus als ik kijk van, nou, toen we begonnen waren met z'n drieën, toen ik wegging met 8.000 kinderen, 25.000 kinderen, structurele subsidie. Van 8 naar 25.000 kinderen? Kinderen die konden helpen. Ah. Ik denk dat er nu zijn het er ondertussen nog een stuk meer. Die is zeg maar heel dankbaar. Dat was wel heel mooi. Ja. Om voor het, want wat deed het jeugdsportfonds? Die betaalde de hele mooie was. In Nederland is het sporten is nog best goedkoop in de vereniging. Ik kon voor €250, dat was het toen. Ik weet niet hoe nu het bedrag is. Daar kon je een aanvraag doen, maar dat konden alleen intermediairs doen. Dus niet de kinderen zelf. En dan betaalden wij de vereniging. En eventueel voor kleding. Dus ik ging geen geld naar die familie, maar er ging wel. Je faciliteerde eigenlijk dat ze bij een vereniging gewoon mee konden doen. Dat is een heel mooi concept. Die ook heel goed past bij de verenigingscultuur die we hier hebben. Dus het was wel heel dankbaar werk. Dus heel mooi. Vooral ook omdat ik zelf ook bij een vereniging groot geworden ben. En zie wat een vereniging betekent voor mensen. Niet alleen voor kinderen, maar in ieder geval ook voor kinderen. Dat je zo'n warm, dat er altijd waren de trainers, altijd waren de begeleiders. Die, als je erover nadenkt, hè, hoeveel mensen daar met het hart erin gaan en om dat kind te helpen. Ja, dat is fantastisch. Ja, dus dat was wel heel mooi. Dus je zag jezelf weer als jongetje en in de fluitfunctie gingen nog veel meer mensen helpen. Nou ja, ik kwam in ieder geval, wat waren de grootste dingen? Dus hè, je hebt wel ingeleid, wat kwam je nou tegen? Hè? Welke mentaliteit botste nou met welke cultuur? Heel prestatiegericht. Dat was jij? De communicatie dat je eerst die verbinding moet maken met mensen, hè, voordat je met elkaar iets kunt bereiken. Dus dat echt dat met elkaar, hè? Ik had zoiets, dit is het doel, ja, daar moeten wij naartoe. En, maar niet zo, wij gaan samen dat doel. Als ik dat nu vergelijk, hoe ik dat nu...
doe in mijn bedrijf veel meer kijk naar de kwaliteiten van mensen waar zij goed in zijn. En ik zie mijzelf veel meer om dat te faciliteren. Mm. Maar toen was het gewoon doel, mensen, doel, gaan. Ja, dus ik zei ook aan het einde toen van, goh, ja, we hebben dit en dit. Ja, toen zei ik van, ja, maar het was niet leuk. Mm. Toen dacht ik, leuk, hebben wij in de sport en dat en dat bereikt. En dat de mensen zeiden. He, dus het gaan voor dat doel. Ja. Dat is leuk. Hè? Ook, ik heb ook training gegeven. En zeg je dan, ja, sportmentaliteit, in het gemiddelde bedrijf zit niet echt die sportsmentaliteit dan? Dat vind ik wel veel gezegd. Want ik denk, wat ik ook altijd meegekregen heb, is de reflectie begint wel bij jezelf. Dus het is mij te makkelijk om te zeggen, het lag aan de omgeving en het lag niet aan mij. Ja. Ik heb daarbij, ik denk dat je alleen maar dingen leert als je kijkt van, wat was mijn rol in dat geheel? Dus ik kan nu moeilijk terughalen van hoe was het geweest als ik het anders had aangepakt. Ja, ja. Maar de dynamiek was in ieder geval niet dat we de energie en het maximale uit elkaar halen. Dus dat was daarna, ja. En jij ontnam jezelf vrij veel energie, omdat je veel verantwoordelijkheid nam. En ik deed dus ook meer. Ja. Want op een gegeven moment dachten ze van, weet je wat, doe jij het maar. Ja. En ik dacht, ja, dat moet gebeuren. Dus dat was, daar kwam een scheve balans in. Waar ik ook nog best wel last van heb gehad later. In welke klant, nou ja, als dan een mailtje kwam, dan dacht ik, hoe wat komt er nou weer binnen? Ja, dus kritisch. Ja, dus als je eenmaal, ja, dan wordt het. Tegenwoordig noemen ze dat onveilig. Dat klinkt voor mij een beetje soft. Maar wel, van, ja, als je op een gegeven moment niet meer als een team doet. Je staat niet meer echt samen daarin. Ja, dan wordt het pittig. Mooie ervaring dus. Een hele mooi wil ik het niet noemen. Maar als ik wel heel waardevol daarin ook weer. Want ja, toen was het in één keer na 4 jaar. Van wat ga je dan doen? Nou, hoe oud was je toen inmiddels? Ik denk 40. 36, ik ben heel laat, ik was, ik denk, ja, begin 40. Maar dat waren wel mijn eerste jaren buiten de sport zelf werkzaam. Ik zie ook sport wel echt als een beroep. Maar het is wel echt anders in een organisatie. En natuurlijk ook weer heel veel vormen, of in een hele grote of een kleine of wat dan ook. Maar in een organisatie is gewoon anders dan een individuele sport. Waar ik als ondernemer, ik ben de baas. En als ik denk dat het morgen naar links moet en overmorgen denk naar rechts, dan ga ik naar rechts. En want het is, ik heb maar heel korte tijd als topsporter en ik moet het nu doen. En dus, ja, dat is echt, denk ik, wel. En toen opeens had je iets ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Natuurlijk niet zomaar opeens en in iets, maar je ontdekte wel een stuk wat je interessant vond. En dan ben je gaan uitnutten tot een bedrijf. Nou, wat ik bij het Jeugdsportfonds, dat was ik vooral voor fondsenwerving het netwerk gehaald. Maar wat ik eigenlijk veel gedaan heb, is het systeem optimaliseren. Want ik zag van, hey, dat was, we zagen allemaal kikkersprongen alle kanten op. En toen heb ik software eigenlijk gebruikt om het ook te professionaliseren. Toen dacht ik van, hey, die softe kant van mensen en die harde kant van de techniek, samen kun je verandering teweeg brengen. Doe je alleen de mensen, dan zegt iedereen, ja, goed verhaal. En we draaien ons om en we doen alles weer zoals we deden. Doe je alleen de techniek. Dan gaat iedereen schelden op de techniek en dan ben je nog verder van huis en dan gebeurt er niks. Maar als je dat hand in hand kunt doen, dan kun je echt een verandering, denk ik, teweeg brengen. Dat is een accelerator daarin. En ik zag ook dat bedrijven dat eigenlijk heel laag in hun organisatie beleggen. Dat is iets praktisch, software. Ik denk, ja, dat is het al lang niet meer. Dus dat dacht ik van, hey, dat ga ik doen. Maar ja, ik ging solliciteren op een functioneel beheerderplek. Bij een ziekenhuis was in de buurt. En ik werd niet eens uitgenodigd op gesprek. Dus dat was mijn eerste feedback. Van ja, ik had mijn studie niet afgemaakt. Dus ja, ik had wel HAO en ik kon wel goed pingpongen. Maar kan hij dan ook? Ja, dat is nog geen garantie. Sterker nog, dan heeft hij zijn tijd dus niet in functioneel beheer gestoken. Dus die nodigen we niet uit. Dus ik ben toen via AFAS, we hebben nog steeds heel veel mee doen. Toen bij een bedrijf gekomen. Dan ben ik echt van onderaf. Begonnen. Dat is eigenlijk een luxe, zie ik dat nu. Veel topsporters, en zeker hoe hoger ze komen met Olympische, zo'n Olympische medailles, en die vertellen het verhaal over de Olympische winst. Dat het heel moeilijk is, maar ja, dat kun je het verhaal vertellen daar vandaan. Maar kun je het verhaal ook vertellen van wat heb je zelf gedaan? Nou ja, en ik kwam in de positie dat ik gewoon onderaan begon. En toen ben ik wel dus bij een organisatie gekomen die ook AFAS, want dat had ik ook bij het Jeugdsportfonds gedaan. Ging implementeren en zo kwam ik ook in de vennootschap terecht. Maar nog heel erg individualistisch. Ik ben toen al vrij snel voor mezelf begonnen, echt voor mezelf. Wel mooi, dus eerst solliciteren, nee, onderop af beginnen. En uiteindelijk dus, dat kostte een aantal jaren om zeg maar, een beetje robuust genoeg te worden. Of zeker genoeg te worden, of
Want op een zeker moment maak je wel de besluit. Nu ga ik zelf opdrachten verwerven en via een bedrijf. Ja, ik vind dat het zelf... dat paste op dat moment meer. Maar dat broedde wel al iets. Van ja, ik deed eigenlijk nog in het werk daarna bij het Jeugd Sportfonds en daar ook. Het eigenlijk nog gewoon zoals een topsporter. Ja. En dat realiseerde ik me niet, want dat was de manier die ik kende. Op een gegeven moment dacht ik van ja, maar dat wil ik niet meer. Hmm. Wat vind ik belangrijk is relaties eromheen. Dus samen. Hmm. Dat betekent dat je dus ook naar anderen moet kijken. En het samen. En ook dus afhankelijk bent van de drive van anderen. En dat je het, dus niet alleen maar, ja, als dat niet aansluit bij jouw drive. Ik wilde wel samenwerken, maar als het niet aansloot, dan ging ik alleen zo snel mogelijk verder. Ja, dat wil het spreekwoord. Ja. Alleen ga je het snelste en samen kom je het verst. Ja. Dat begon toen te broeden. En toen ben ik de BV begonnen met mijn neef. Die was concertklarinetist. En die kon wel goed programmeren, maar ja, zijn passie lag in de muziek. Dus op zich vond ik dat wel een mooi verhaal. Ik kende hem natuurlijk vanuit de familie, dus ik wist dat hij heel slim was. Hmm. Maar goed, echt basis natuurlijk van... Hey, ik heb al en hoeveel jaar geleden schreef je... Zeven jaar hebben we toen de BV opgekregen. Daarvoor was ik dus... Keen Integrations. Keen Integrations. En daarvoor was het Keen Consultancy. Ja, dus je achternaam Keen kwam opeens heel mooi... Ik kwam, dacht ik van ja, ik heb niet zoveel met verengelste termen. Maar in dit geval kwam het wel... slimme integraties en slimme consultancy. Zijn we er samen begonnen en eigenlijk deed ik van allebei nog wat. Dus als ik meer consultancy had, dan deed ik minder maatwerk, deden we toen nog. Maar echt verstand van ondernemen had je nog niet? Nee. Helemaal niet. Nee. En de vraag is, heb je dat als in de consultancy ook nodig, ZZP'er? Mm-hmm. Je moet zorgen dat je genoeg opdrachten hebt, dat wel. Mm-hmm. Maar echt ondernemen voelde dat voor mij nog niet zo. Mm-hmm. En daarna wel, en steeds meer. Hè? Dus eigenlijk... Naarmate je groter wordt, moet je het gaan organiseren. Moet je meer bezig met de toekomst. En alle facetten van het bedrijf. En dat moet je je eigen maken. Ja, en vooral de keus. Ja, gaan we zo door met projecten? Toen dacht ik van nee. Want we eigenlijk ook mede dankzij mijn neef. Die maakte het zo robuust. Dus het kwam ook nooit uit. Mm-hmm. We verkochten iets voor 10 of 20 dagen. Maar hij was er 40 dagen mee bezig. Maar het was wel gelijk enorm schaalbaar. Mm. Ik heb nooit meer een slapeloze nacht gehad over de software... sinds hij dat doet. Mm. Daarvoor toen we nog wel eens met ZZP'ers en die huurde ik dan in. Ja, dan liep er weer van alles mis. Dus hij maakt hele robuuste dingen. Hele robuuste dingen, dus schaalbaar. Mm. Dus dat was de ene kant. En de andere kant, ook via, ik heb de coaches bijgehaald. Mm. Licenties of meer continuïteit. En waarom als je het één keer maakt en er is één organisatie heel blij mee... dan zijn er toch vast ook nog heel veel andere organisaties met vergelijkbare uitdagingen. Ja, dan moet je het wel... En moet je heel veel investeren. Dat is een heel andere manier van werken. Je moet heel veel energie steken zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Bij consultancy wordt direct ieder uurtje betaald. Maar wel voor de lange termijn om iets op te bouwen waarvan je het geloof hebt. Dat het later En ik zit te luisteren naar jouw verhaal. Hè? Topsport, Nationaal Jeugdfonds, Sportfonds, dit. Kijk, dan, je hebt twinkeling in de ogen. Je hebt energie. Voor mij heb je altijd wel enthousiasme. Ausdauer, je gaat wel door. Dus je brengt best wel wat mee in het mandje. Maar tegen welke dingen liep je toch wel tegen jezelf aan de laatste x jaar? Want nu lijkt het strategische. Ja. Dus ik denk dat het strategische er wel... En ook hoe je je voelde. Hè? Of ben je altijd gewoon altijd plooibaar en het gaat altijd wel goed met jou? Nee, er zit ook wel een soort existentiële onzekerheid in die me voordrijft. Van, ik moet het nog maar zien. Over een, dus de drive, je kunt niet nu even... Als ZZP kun je ook zeggen, van, nou weet je, het is mooi weer. Ik ga vandaag eens even niks doen. Nee, dat zat er niet in bij mij. Ja. Dus dat ook leren om afstand te nemen. En eigenlijk te zeggen van, hey, die boodschap die je als... topsporter, daar moet je ook investeren. Moet je ook je techniek aanpassen, waardoor je slechter gaat spelen. Omdat je gelooft dat het op lange termijn beter gaat. Waarom doe ik dat met mijn bedrijf niet? Hmm. Waarom ga ik dan toch ook kijken wat er nu voor mij ligt en pak ik die kansen aan, terwijl ik denk van, het moet een andere richting op. Hmm. En ik denk dat met name de worsteling... Dus af en toe uitzoomen, dat strategische stuk. En doen daarna. Dus dat strategische, dat gaat allemaal nog prima. Ja. Maar vervolgens ook handelen daarnaar. Hmm. En dus ook zeggen, bepaalde dingen die gewoon geld opleveren... Hmm. Nu, om te zeggen, nee, dat doe ik niet. Hmm. Ja, het gaat ook, je hebt over bewust ondernemen. Zorgt het dan ook voor in bewustzijn dat je die onzekerheid zelf zag...
En ook zag hoe je ermee om moest gaan. Maar ging het ook over, ja, ik moet ook misschien mijn energie anders gaan reguleren. Of ja, ik zag in ieder geval bepaald. Leidde tot stress. Ja, een beetje sluimerstress. Nooit meer zo zoals bij de sport, dat niet. Maar wel dat je een beetje wat verbeters krijgt. Hmm. En dan ben ik niet op mijn best. Dus als ik heel ontspannen, dan ben ik op mijn best. Of zit ik er goed in. Hè? Hmm. Zoals nu, hier. Hmm. Leuk. Hmm. Maar op het moment, dan moet dat. En dan moet dit. En dan moet dat. En dan moet ik dat wordt zo het doen. Verbeten, dan wordt het iets verbeterds. En dan, ja, dan loop ik het risico ook dat ik de mensen niet meer helemaal meeneem. En daarvoor, hè, terug waar we helemaal mee begonnen in Mandali. Dat, en ook bij mijn collega's, dat ik wel meer die signalen zoek. Ook bij dus in Mandali vrienden. Ging het over meditatie, het ja. ging over allerlei dingen. Deed je dat daarvoor al? Of? Heel klein beetje. Ik ben dat daarna dus wel veel meer gaan doen. Ademhalings Wim Hof, ijsbadje, diepvries in de tuin. En, ja? Diepvries in de tuin. Ik heb hem toevallig nu weer op. Hij was er een tijdje uit. Mm-hmm. Ik denk van ja, ik moet dat doen, want ik word weer te veel verkouden. Ja. Ademhalingsoefening, ik moet gewoon 's ochtends gewoon een kwartier, 20 minuten gewoon doen. Niet nadenken. Dat zeg ik ook tegen de jongens. En dan luister ik naar mezelf. Ik zeg, ga nou die core stability doen. Mm. Niet nadenken of het zin heeft voor jou. Eerst gewoon eens 2 maanden. En dan gaan we eens even kijken of daar wat is. Maar eerst gewoon dom doen. Toen dacht ik van ja, ook daar weer. Hé, een goede tip. Moet je zelf ook maar eens gaan doen dan. Dus die probeer ik wel veel bewuster. Want het risico zit er altijd in dat ik ben daarvoor gegaan. En dus moet het een succes worden. En dan heb ik 24 uur per dag de tijd. Dus als ik het niet in 3 uur, niet in 4 uur, dan ga ik 5 uur. Dan denk ik als tafeltennis ook, gooi ik alles eruit. Ja, dat was toen eigenlijk al niet wenselijk. Maar het is nu gewoon natuurlijk niet mogelijk. Ik kan niet zeggen tegen de kinderen en tegen mijn vriendin. Nu even niet, maar dat is wel een neiging die er steeds is. En met samen toch zeggen, zondagavond is voor ons. Dan gaan we gewoon ergens eten. Dan gaan we dat doen. En heb je nog weer gemediteerd? Heb je nog je dingen gedaan om elkaar daar toch scherp in te houden? Oh, challenge elkaar ook. Fantastisch. Ja, want we hebben allebei wel onze uitdaging dat het, als het te druk wordt, dat we niet meer op ons best zijn. En we vinden elkaar toch het leukste als we op ons best zijn. Heb je nog meer habits die gezond zijn, naast de 2, 3 die je net beschrijft? En meditatie? Wat ik niet doe. Roken, drinken. Ja, dat is ook belangrijk. Koffie. Dat soort dingen heb ik gelukkig niet. Hmm. Ja, en helemaal gezond eten, dat vind ik ook wel een uitdaging om dat helemaal te doen. Op tijd naar bed gaan. Maar dat zijn dus dingen van, ja, die wel dan probeert. Hè. Dus de link leggen van ja, weten wat goed voor je is en dan ook doen. Mm-hmm. Echt een stuk lastiger nu dan dat ik het vind als topsporter. Toen was ik gewoon van ja, dat moet gewoon. Jij hebt hier toch voor gekozen. Dus dat was vrij rigide. En nu merk ik dat mammoetankertje, dat heeft echt wel tijd nodig voordat ik. Hè, met de sportschool doen we ook samen. Gaan we naartoe, doen we onze trainingen. Ja, daar heb ik wel heel veel aan Sanne, mijn vriendin. Die is daar heel gedisciplineerd in. Mm. En dan trek ik me aan haar op. Zoals zij dat weer op andere punten bij mij doet. Mm. En nu, prachtig dat je dat ook deelt. Maar dan wat natuurlijk fascineert is, hè, je bent in de opbouw van je bedrijf. Hè, van 0 euro tot wat meer euro's. Nou, je hoeft de bedragen niet te noemen. Het wordt best wel echt een schaal bereikt. Hè? Ja. Maar bots je nu tegenaan, zeg maar, dat strategische stuk zei je al, maar waar bots je nu een beetje tegenaan in jezelf als topsporter in het bedrijf? Tegen het principe geen excuses. Dus ja, dingen die ik niet kan, ja, waarom niet? Zo heb ik als topsporter denk ik veel geleerd en ook als ondernemer kijk ik naar anderen die dingen doen die ik nog niet zo goed kan. Mm-hmm. En dan probeer ik te ontdekken, maar wat doen zij dan? Mm-hmm. Niet om daarop af te geven, maar wat doen zij dan? Waardoor zij het wel kunnen en ik niet. En dan ergens nog het gevoel van ja, maar ik moet dat ook kunnen. Dus aan de bak. En weer, ja, en of dat dan mij energie geeft. Hmm. Ik hoorde dat je in een andere podcast zei, je moet eigenlijk altijd 80% moet je de leuke dingen doen en 20% de moeilijke. Ja, op die verhouding ligt bij mij iets anders. Ja. Dus dat daar weer naartoe. In dat 80% van. Daar moet het wel naartoe, want dan ben ik wel op mijn best. 80% van je kwaliteit. En het bedrijf ook. Ja. En mijn klant uiteindelijk natuurlijk dus, ook. Ja, dus nu vooral niet volledig nog je kwaliteit en gebruiken. En voor 80% de dingen die je leuk vindt. Dat zeg ik in deze fase. Nou ja, daar zijn we wel naar aan het zoeken. Van wat is dan de volgende uitbreiding? Willen de mensen voor sales
Mm-hmm. Continu bijhalen. Denk wel van, ja, maar ik moet wel zo voorbereiden dat we makkelijk iemand in kunnen zetten. Maar de visie is, de blik is nu wel al niet het probleem wat je in het begin hebt, dat je heel veel zelf doet. Mm-hmm. En ook mijn collega's, wij hebben de taken eigenlijk perfect verdeeld. Mm-hmm. Maar er zit niet heel veel dubbelingen in. En uiteindelijk wil je naar dubbele of een driedubbele bezetting op posities gaan. Dus nu ben je allemaal beperkt misbaar, wil dat zeggen? Ja. Beperkt misbaar. En dat probeer je aan beide kanten. Ja. Dus zowel aan de softwarekant. Ja. Daar komen nu de eerste programmeur is er weer iemand bijgekomen. Wil ik ook aan de saleskant en ook aan de implementatiekant. Ja. Dus in die drie kanten. En hoe bevalt deze ondernemer die fase in je leven? Je bent heel je leven eigenlijk al aan het ondernemen. Met het tafeltennisbestje aan de ene kant en daarna het bestuurlijke en nu deze kant. Het bevalt mij goed, omdat ik hou van leren. Mm-hmm. En hier kan ik leren en ik kan gelijk het in de praktijk brengen. Ik loop stage ook in mijn eigen bedrijf met dingen die nog geleerd moeten worden. Dus ik vind dat wel echt wel een cadeautje dat je dat kunt doen met iets wat ook nog gewoon geld en basis en continuïteit opleveren. En dat vind ik heel leuk in mijn bedrijf nu ten opzichte van de consultancy. De dingen die ik nu moet doen, ook vervelend, of de klant die ergens tegenaan loopt en dan moet je wat extra doen, dat doe je wel voor de waarde van waar je samen aan werkt. Dus het voelt wel echt alsof je een huisje bouwt met elkaar. En die naam Trinco Kane of Kane, heeft die impact op werkt dat mee, zeg maar? Want iedereen wil wel met Kane. Nee. Die zin niet, wel in bekendheid toch. Hè. Ik heb vaak het oudere publiek nog, die wat langer. Vooral de mannen. Ik werk veel met vrouwen op HR. Dat is toch nog, de verdeling is toch wel veel, omdat het dan nog meer vrouwen werken dan mannen. Dat is op een gegeven moment, als ik al langer weet. Hey, die naam die viel thuis. En mijn man, jij hebt daar getafeltennis op hoog niveau, hè? Dus het is heel vaak, komt het ook niet aan de orde. Maar ik denk wel, een Nederlandse titel vorig jaar heeft best wel publiciteit opgeleverd. En ook bij AFAS een paar. Hoeveel jaar daarvoor was het de laatste keer dat je dan... Ja, dat was 17, volgens mij. 2017? Nee, 2007 was 17 jaar. 17 jaar? Dus ik denk 2005 of 2004. Wat is dat dan? Wat is dat? Was dat een soort weddenschap met jezelf of het werd gevraagd? Nou, ik had het een jaar daarvoor gedaan, dacht ik, leek me leuk, gewoon op mijn 50ste. En ook een doel, omdat ik zonder doel sportte, dat vond ik lastig. Ah. En dat mislukte jammerlijk, want dat was zo'n moetje. Moet weer wat nu, je net zei. En ik kan dat eigenlijk wel en dan krijgt het iets verbeterds. Hmm. En het jaar daarna, ik had eigenlijk weinig gedaan. Tafeltennis niet, maar wel gesport. En eigenlijk zat goed in mijn vel. En toen dacht ik na de vakantie zo, nou... En ik ging spelen en ik dacht van ja, maar nu zit het goed. Waar ik het van warm, het voelt goed. En toen dacht ik van ja, maar ja, het zo goed voelt. Nou, nog eens proberen. En toen ging ik toch ingeschreven dan laatst. Ik had er een coach bij, daar voelde ik me lekker bij. Dus we gaan er gewoon gezellig naartoe met z'n tweeën. En Sanne die vond het hartstikke leuk dat ik dat deed. Dan kreeg ze toch nog iets mee van die oude topsporttijd. Dan een klein beetje. Dus toen zijn wij... En op een gegeven moment de kwartfinale. En toen stond ik weer 2-0, stond 2-0 achter. Maar ik was niet nerveus, want ik was daar niet. Ik was daar gewoon om te spelen. Niet, want ik moet nu winnen. Ik raakte niet in de stress. En op een gegeven moment kreeg ik hem te pakken. Toen dacht ik van ja, nou heb ik hem. Hmm. Toen won ik die wedstrijd. Toen kreeg ik wel weer een beetje die spanning daarna van ja, maar als jij zo speelt, dan ben je natuurlijk wel gelijk favoriet. Ja, en winnen is toch wel heel erg leuk. Dus al die oude, ik vind tafeltennis helemaal niet meer zo belangrijk. Maar dan zie je dat zodra je weer in zo'n zaal komt en dat je er weer mee gaat doen, dan wordt het weer in één keer extreem belangrijk. Hmm. Alleen, maar dit is ook het ondernemerschap. Hè? Op flow dingen doen, dat zeg je zo. Ja. Hè? Je kan het voelen. Ik denk dat elke ondernemer dat zal herkennen die dit gaat beluisteren. Of iedereen dit gaat beluisteren. Je kan het voelen wanneer je er echt lekker in zit. Wanneer het gebeurt. Ja. En je kan ook voelen wat ermee gebeurt als dat weer in een bepaalde situatie wordt gebracht. Hoe bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld dat je voelt hem en dan ga je toch weer even in die sportzaal staan. En dan toch weer die spanning erop. En dan, je kan het ook zomaar weer kwijtraken. Dan kun je het kwijtraken, ja. Nou ja, daar hield ik het vol. En daarna vond ik, hè, want het was nu nog een keer zo'n NK. Maar ja, dan moet ik eigenlijk ook wel weer meedoen. Hmm. En weer trainen, maar dan is het niet meer met dezelfde drive. Niet. En dat blijf ik fascinerend vinden, dat je dan niet, dat ik dan niet in staat ben om dat weer terug. Dus dat echte, dat authentieke gevoel van, hey, ik vind het heel leuk, ik heb hier zin in.
kun je niet oproepen als het er, ja, als het er niet is. Ja, en misschien precies dit gevoel, dat zou zo mooi zijn als, je, als jij dat in je bedrijf of iedereen in zijn bedrijf mee kan nemen. En zit je daarin of niet? En dat kan je gewoon voelen. Dat kan je gewoon peilen. En je kan ook nadenken van oké, hoe krijg ik dat weer terug? Ik denk 9 van de 10 ondernemers die ik zie, die hebben dat best wel een beetje verloren. En daardoor wensen ze andere dingen, hebben ze bepaalde verlangen, denken ze nou wat next, willen ze meer aan het bedrijf of aan zichzelf werken, om niet meer daarin te zitten, zoeken ze naar wat vind ik nou leuk. Ja, ik kan me dat best voorstellen, natuurlijk, dat gaat groeien, wordt je onderneming gewoon heel anders. Ja. En daar moet je nog wel in passen, in, ja, je eigen bedrijf. Ja, van passen ook naar weer de passie. Passie erin, ja, dat, hoe behoud je dat? Ja. 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 Ja, hoe behoud jij dat? Nou ja, ik ben nog niet in die situatie dat ik het gevoel heb van het kabbelt allemaal voort. Mm. Dus ik... Je zit gewoon vol in je drive. Ik zit in die drive. Ik denk dat het nodig is om dat erin te houden in die, in die volgende stap. Mm. Daar te kunnen zetten. Mm. Ja, en dan... Het gaat altijd op en neer in golven. Dus als het, net als bij de sport, als het minder gaat, dan weet je in één keer weer echt wat belangrijk is. En dan, dat is ook gek, dan weet je weer precies wat belangrijk is en dan kun je dus heel goed focussen. En als het dan heel goed gaat, dan komt er van alles, dan komt er ruis omheen en dan moet er van alles wat zogenaamd belangrijk is, wil je dan ook nog al die balletjes in de lucht houden. Hmm. En dan wordt het weer... Ja, dat is zo gaaf in deze podcast. Je hebt 4, 5 verhaallijnen zitten in het verhaal die ik zo goed kan voelen. Ja, welke is dat? Dit was er weer zo een. En gewoon in een dip, dan voel je wat belangrijk is bijvoorbeeld. Of het gevoel wat je überhaupt hebt van, hey, nu ben ik er. Of het gevoel wat je ook hebt, nu ben ik er niet. En zo zit je in dat, vanuit dat topsoort verhaal en vanuit jouw verhaal zitten de hele mooie aanknopingspunten voor de goede luisteraar. We zijn wel een beetje aan het einde gekomen van de podcast. Ik heb maar één vraag. Wat zou jouw tip nou zijn voor een ondernemer? Nou, voor een ondernemer, voor iedereen, is als het echt slecht voelt of als het tegen zit, durf gewoon echt te kijken hoe de situatie is zonder dat je jezelf een piepeltje vindt. Want dat is de basis waardoor je echt enorm kunt groeien. Dus gun jezelf echt ook gewoon kijken van ja, dit is gewoon slecht. Of dit is gewoon niks. En probeer niet allerlei al het te verzachten voor jezelf en makkelijk. Want het gaat niet over jezelf. Dus je hoeft helemaal niet daar bang voor te zijn. Maar ik zie dat mensen het wel, hè, als ik dat geleerd heb vanuit de sport naar het ondernemen, dat ik zie dat mensen dat heel erg moeilijk vinden om gewoon te zeggen, ja, dit was gewoon, het was gewoon niks. En dan analyseren waarom was het niks en vervolgens daarop op leren. Daar, ja, als ik terugkijk, in ieder geval zijn dat de dingen geweest waar ik het meeste door gegroeid ben. Dankjewel. Super bedankt. Jij bedankt. Gaaf, dank je.